op vrijdag 28 mei ben ik de gast op het digitale voorjaarscongres 2021 van de VNG Utrecht. Het thema van dit congres is herwaardering van de publieke sector. En tijdens deze bijeenkomst geef ik een toelichting onder de noemer Haagse Zaken. Het zijn voor mij vooral zaken die alle 352 gemeenten van Nederland bezighouden. En dus ook de Utrechtse gemeente. Ik praat jullie graag bij over de inzet van de VNG. Met name onze inzet bij de kabinetsformatie. Daarin staan vier sporen centraal. En hierbij zijn spoor 1, en dat is financiën voor gemeenten op orde. En spoor 2, over een wet decentraal bestuur om financiële discussies in de toekomst te voorkomen. Die twee sporen zijn randvoorwaardelijk. Pas dan kunnen we verder spreken met het nieuwe kabinet over investeringen op thema's als klimaatakkoord, regionale economie, digitalisering en de woonagenda. Want om investeringen mogelijk te maken is de publieke sector nodig die in rap tempo wordt hersteld. Voor veerkrachtige gemeenten zijn buffers nodig. Buffers die zijn er nu niet. En mijn oproep aan het nieuwe kabinet is dan ook: stop de verschraling, investeer in de publieke zaak. Daarover ga ik graag met u in discussie. Ik hoop u van harte te zien op 28 mei.